Petra Tandgena heeft er ondertussen de handen vol aan. Geregeld brengen mensen belangeloos boeken binnen voor de nieuwe bieb Brokerbook, opgezet door haar en Nancy Elfrink. Handwerken. Kijk, Agatha Christie, dat is mijn soort boek. Waar komen deze boeken vandaan? Oldenzaal, Enschede, Hengelo, familie van verder weg die het meeneemt op familiebezoek. Eigenlijk overal, nou, mensen komen het brengen, we willen het wel komen halen als dat moeilijk is. Dat is geen enkel punt. Ja, wij hebben geen uitleenbalie, we hebben een ander systeem. Het is hier gewoon vrijheid, blijheid. Mensen mogen boeken lenen, er is geen registratie. Je neemt het mee en we hopen dat je hem terugbrengt. En als het leuk is, dan breng je meer boeken terug. Of je ruilt hem om tegen een boek wat je zelf hebt. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Het is gratis? Het is gratis. Je hoeft niet, ja, je mag zo binnenkomen wandelen. Het is voor Bonnebroek, maar uiteraard ook voor mensen uit Almelo. Wij horen bij Almelo, voelen ons ook verbonden met Almelo. Maar zeg je van uit Hengelo, maar dat vind ik leuk, ik wil daar ook. Kom rustig binnen wandelen. We hebben hier bijvoorbeeld Danielle Stiel. We hebben Leon de Winter. We hebben Stieg Larsson. Saskia Noord, Katie Kelly, Nikki French, Renate Dorrestein hebben wij boeken van. Dat zijn echt boeken die dus echt modern zijn, die dus op dit moment echt gelezen worden. Een hele serie van Patricia Wentworth. Bonnebroek is echt een kerkdorp. We zijn verbonden met elkaar, we kennen elkaar. Iedereen wil elkaar helpen. Je doet nooit te vergeefs een beroep op iemand. Ik denk dat dat inderdaad een grote kracht is achter een initiatief als dit. Ja. Nou. Dit lijkt wel wat. Perfect. Ja. Hartstikke mooi boek is dat. Dus je kan gewoon meenemen? Die mag je gewoon meenemen. Gratis voor niks? Gratis voor niks. Okay. Ik hoop dat je terugkomt en wat meer meeneemt. Ja, oké. Okay. Nou, hier ben ik inderdaad wel even druk mee, denk ik. En ze kunnen hier trouwens nog wel jeugd- en kinderboeken gebruiken, dus.